Heracles thuis tegen VVV Venlo. Heracles maar 1 punt gehaald uit de laatste 2 wedstrijden. En dus wil het voor eigen publiek wat goed maken. Ouahim binnen 25 minuten al met de 1-0. Knappe goal op aangeven van Larsen. Die er de laatste 2 wedstrijden niet bij was. Maar nu is teruggekeerd in het elftal. En dat geeft de ploeg van John Lammers een boost. Want Larsen is het een paar minuten later al met de 2-0. En zo laat Heracles even zien dat ze nog lang niet zijn uitgeschakeld in de titelstrijd. Dat ze echt mee gaan doen bovenin dit jaar. Met name aanvallend echt een hele goede ploeg. VVV van Top Os en Jong Utrecht de laatste weken gewonnen in blessuretijd. Taaie ploeg en via Venema is dit uiteindelijk de 2-1 van Huisman. Assist van Simon Jansen. Hele goede bal van Venema richting Jansen. En Huisman, het is zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal. Begin tweede helft dan. Heracles, ploeg aanvallend voetbal, willen opbouwen. Maar gaat niet altijd goed. En zo is het via Venema opeens 2-2. De voorsprong van Heracles verdampt. Brouwer, ja, ziet Braken over in het hoofd. En dan is het weer gelijk. Heracles VVV, het is een geweldige wedstrijd. Ouahim. Eigenlijk nog steeds begin tweede helft. Ouahim. En de 5e goal van de avond is al daar. Een nieuwe voorsprong voor Heracles. 2e goal van NS Ouahim. Corner dan via Hanson. En wat komt hij hoog? Schoofs. Hoger dan iedereen. Voor de 4-2. 6 goals. In een uur voetbal. Je komt soms ogen tekort. Braken wint dat kopduel van Mokono. En bij Heracles vergeten ze dan even Kees de Boer. En wel ja, dan is het opeens 4-3 en is alles weer mogelijk. VVV de ploeg van de comebacks. En dus is het bijna wachten op de 4-4. Het zou de avond compleet maken. Maar daar wil Heracles niet aan meewerken. Mokono de rechtsachter, rechtsbenig, doet dit met links. Het is echt een geweldige goal. Het sluitstuk van de avond is voor hem. Heracles VVV, een genot om naar te kijken. Het eindigt in 5-3.